Heel de film gaan we niet vertellen natuurlijk, want dan is de fun eraf. Maar, kunnen hem spelen ook natuurlijk, ja, even. Nee, er komt op een gegeven moment, vrij in het begin van de film, een auto door de lucht gevlogen, die uit een bocht gaat. En die landt in de vijver waar wij zitten te vissen. En blijkt dat in die auto niet alleen een heel mooie Nederlandse dame zit, die wij dan echt willen helpen. Uiteraard. Maar achter zijn rug kan ik ook nog eens zien in die koffer. En daar zit een pak geld in. Van waar dat komt, dat weten we op die moment nog niet. Maar we besluiten wel van dat te houden. En een feestje te organiseren. Ja. De film is eigenlijk geen feestje. Ja, nee, met dat geld hebben ze zoiets van, ja, dat is vanaf nu van ons. En ze gaan onmiddellijk shoppen. Ja, ze gaan wilde aankopen doen. Ja. En het is ook lang geleden dat beide nog... iets van de grond zijn geweest. Ja. Ja. Dus ze denken met dat geld, het zijn tamelijke losers, dus echt aan een lief geraken ze niet. Dus met dat geld denken ze van, kom, zo, we bestellen in plaats van een pizza, bestellen we een vrouw. Ja. Ja. En die komt, uiteraard. Ah ja, als je geld hebt, komt iedereen, hè. Dus wie zijn, hè? Ja. Daar draait het eigenlijk om. Ja, ja, ja. Dat is de essentie van de film eigenlijk. Als je geld hebt, dan... dan kun je dan heel de wereld... Een bloedgat. En die komt en mijn neef Frankie, die wordt al snel verliefd. Ja, tot over mijn oren. Uiteraard. Een hele gevoelige jongen, Frankie. Ja. Je denkt dat hem de liefde van zijn leven heeft gevonden. Je denkt ook een beetje dat dat wederzijds is. Maar vanaf dan zitten natuurlijk de criminelen, zeg maar, van wie dat geld eigenlijk is, die zitten ook wel achter ons aan. Ja. En de politie zit achter die criminelen aan. En ja, dan heb je van alle verhaallijnen die samenkomen. En je hebt nog zijn moeder. Ja, ons ma. Tante Jos. Waar dat we het geld onttoevert, of die het eigenlijk opeist, die zegt van, zag ik het wel bijhouden? Ja. Dan is het veiliger. Ja. Maar wij niet echt een geweldig idee vinden. En op een gegeven moment moeten ze vluchten, want zo de... Ja, het wordt allemaal iets te gevaarlijk en ze komen iets te dichtbij, de criminelen en de politie. En dan op aanraden van tante Jos, moeder van Frankie, zegt hij van, je moet er even tussenuit. Ga maar even... Ja, en dan moeten we stoppen met te vertellen. Hè? Ja? Ah, ja, ja? Dan hebben we het alles verteld. Nee. Nou, dat is het moment van te stoppen. Ah, ja. Oké. Okay. Ik zeg niks meer nu. Komt zien gewoon.